Spelletje worden gespeeld. De Still Running versus de Fiat. En hier is dan de Still Running, de scherprechter. Op een afstand van 89. En een steyer, wat ik hier in mijn boekje heb staan. Kijk, en dan komt hij. Dan wordt het een beetje zwaarder. Dan wordt het een beetje zuur gemaakt. Hij zoekt contacten met pa. Pa die knippert met de ogen. En dan gaat het gebeuren. Kijk, daar komt hij. Ja, dus dat vroeger had hij een naar gewoonte, deze vet. Dan begon hij te stuiteren. Hoor die te springen. Heel zachtjes komt die stuiter erin. Je ziet die sleepwagen vanaf komen. Met de hakken over de sloot. Hij is er. Een vol pool voor Mark Mulderijen. En in deze kant zien we met die grote Kees Bastiaan Gunnerik. Uit Aalkendom. Bastiaan gaat de aanval inzetten. Hij weet. Rond 83 meter dat het die grote 145 pk gesteld is. En nu eens kijken wat hij kan doen. €9.000. Zijn deze jongens zwaar? 93 meter en 62 cent.
centimeter. Zoek ik een lamp vanuit. Meter dat hij dus in de eerste omloop. En kan Stewart zich nu verbeteren? Kan hij die extra meters die hij zo hard nodig heeft, kan hij die nu bijpakken? En kijk, Stewart die laat hem heel mooi, heel rustig doortoppelen. En Stewart die zet hem stil rond de 75 meter. Heeft Huiskamp op zich genomen. Dinver, de man die dag en nacht kan rijden, zoveel verlichting heeft hij op die trekker zitten. Alleen hij gaat nu denken, dan wordt het moeilijk, hij gaat denken. Halt onder het hoofd, hij wordt net het standbeeld, de denker. Maar wat denkt hij nou dan? Ik denk dat hij denkt van hoe denk ik dat ik aan het eind kan komen. Dat denk ik al. Nick Razing uit Didam. Nick, vanmorgen had je 86 meter. Iedereen verbetert een klein beetje zijn afstand. Dus dan ga je ervan uit dat Nick dat ook gaat doen. Kijk, nu gaat het spelletje stelen. Maar Nick wordt hier niet meer denken. Nu wordt Nick een klein beetje zenuwachtig. Heb ik links alles goed? Heb ik rechts alles goed? Heb ik mijn remmen losgekoppeld? Ja, dan ben je eigenlijk wel een beetje aan de late kant als je dat nu doet. Jongen, het belt, het zit in elkaar, de belt nog niet trekken.